Groot sociale bijeenkomsten is geïdentificeerd als de ideale omgeving voor superverspreiding, met hoofdzakelijk tieners wat die virus vandaar aan hun gemeenschappen oordra. Every, if you can go to Timberland to zone 8, everyone, no one with mask, you will only see one, two people wearing masks, even in town, in taxis, you don't get sanitizer. You used to get sanitizer during the lockdown period, stage 5, stage 4, that only those times. After that, no mask, even when they're queuing on the lines, no 1.5 meter distance. Die maskers worden niet gedragen, nie, die handen worden niet gewassen. Nie. Als ze alle maskers dragen, dan zal hun neus is nog op. En dat is niet gezond voor ons als mens wat beweegt voorbij elkaar. Bedspasie in die George Provinciale Hospitaal, vooral in die intensieve zorgeenheid, raak al hoe minder. Minstens 46 personeellede hier het positief getoets. Openbare en sportgeriewe is reeds gesluit voor gebruik. En strenger beperking sal na verwagting binnenkort vir die streek aangekondig word, met die moontlikheid dat die weermag hier ontplooi kan word. Ons hoop hulle kan kom help, ons weet daar is baie van ons polisielede wat positief getoets het, wat of in isolatie of in quarantaine is, en as gevolg daarvan het ons versoek dat die weermag ons kom help om te help met wetstoepassing, spesifiek vir die komende seisoen, want ons weet daar kom redelik baie besoekers na ons area toe. Gemeenskapsleiers het by inwoners gepleit om meer waakzaam te wees en ook al kommer uitgespreek oor massa bijeenkomste. Die Anglikaanse biskop van George is juist in isolatie met COVID-19. Dit is van uiterste belang dat ons selfbeskermend moet optree gedurende hierdie tyd en sodoende ook dus sorg neem vir mekaar. Inwoners word opnuut versoek om hul gedragspatrone te verander, om 'n masker te dra, sosiale afstand te handhaaf, te ontsmet en oorvol en beperkte ruimtes te vermy. Tanya Krause, SAK-nuus, George op die tuinroete.